Waar is de stoere, rokende Marlboro-man heen? Dit is de Universiteit van Nederland. In een tijd dat healthfood steeds populairder wordt, schreef Metro, het blaadje Metro, begin dit jaar, dat 2017 nog wel eens het jaar van de snack zou kunnen worden. Dit jaar openen Dunkin' Donuts, Pizza Hut, TGI Fridays, allemaal hun deuren in Nederland. En ze schreven dat er sprake was van een heuse invasie. En wat bedoelen ze dan met zo'n invasie? Een invasie van Amerikaanse ketens, Amerikaanse producten, die naar Nederland komen. Dit werd in het verleden ook wel Amerikanisering genoemd. Het artikel verwijst dus eigenlijk naar iets dat we al langer kennen, maar weer opnieuw in Nederland plaats aan het vinden was. En wat hier interessant aan is, is dat deze manier waarop wordt geschreven over deze fenomenen, iets zegt over hoe wij Amerika zien, hoe wij Amerikaanse cultuur zien. Maar het zegt tegelijkertijd ook iets over hoe wij onszelf zien als Nederlanders. Het artikel schreef bijvoorbeeld dat de hamburgerketen Five Guys in Amerika enorm populair is. Ze serveren de favoriete hamburger van Barack Obama. En dit geeft het product een zekere authenticiteit, een zekere aantrekkingskracht voor ons Nederlanders. En als historicus ben ik geïnteresseerd in hoe deze ideeën over een land via het praten over producten tot stand zijn gekomen. Kunnen we hier historisch naar kijken? Hoe is dit door de tijd heen veranderd? Deze beelden over bijvoorbeeld Amerika. De vraag is dan, hoe ga je dit doen? Hoe ga je zo'n beeldvorming onderzoeken? Nou, in het verleden zou ik naar een archief zijn gegaan en bijvoorbeeld een stapel kranten uit het archief hebben gehaald en hier doorheen zijn gaan bladeren. En dan zou ik gaan kijken van, hey, is er een kop die misschien over Amerika gaat of over hamburgers? En dan was ik gestopt met bladeren en dan was ik het artikel gaan lezen. En als je dit voor heel veel artikelen doet, ontwikkel je langzaam een beeld van het verleden, van historische context. Een nadeel hiervan is dat het ontzettend lang duurt. Je zit echt dagen in het archief te bladeren. En een ander nadeel is dat je vaak dingen over het hoofd ziet. Een artikel kan bijvoorbeeld in de derde paragraaf verwijzen naar Amerika of iets zeggen over Amerika. En dat zie je dan niet zo snel, omdat je vooral naar die koppen aan het kijken bent en snel door het archief heen aan het bladeren. Tegenwoordig kan dit anders. En waarom dit anders kan, is dat de Koninklijke Bibliotheek miljoenen kranten heeft gedigitaliseerd. En wat zo fijn is aan dat die kranten gedigitaliseerd zijn, is dat je ze met een computer kan doorzoeken. Je kunt met een computer zoeken naar specifieke woorden of frases, dus een paar woorden achter elkaar of zinnen in bepaalde artikelen. En zo kun je door te zoeken rechtstreeks in die artikelen terechtkomen. Een manier om dit te doen is via reguliere expressies. Jullie zien hier achter mij zo'n reguliere expressie. En het ziet er misschien een beetje ingewikkeld uit. Maar wat je hier in feite mee kan doen, is naar een aantal woorden tegelijk zoeken en naar de varianten van deze woorden. Wat je met deze reguliere expressie doet, is zoeken naar artikelen die een of andere referentie naar Amerika bevatten. Dus Amerikaanse, American, USA, Verenigde Staten met dubbel E, zoals het in het verleden werd geschreven. Dus met dit soort technieken kun je in één keer heel erg makkelijk door zo'n archief heen zoeken. Maar een computer kan natuurlijk veel meer dan alleen maar zoeken. Iets anders waar een computer heel erg goed in is, is tellen. Woordjes tellen in dit geval. En het tellen van woorden wordt ook wel een n-gram-analyse genoemd. En een n-gram, dat slaat op een woordje of meerdere woorden. Een one-gram bijvoorbeeld is een enkel woord, zoals Amerika. Een bigram of een two-gram is zoiets als de Verenigde Staten. En wat je kan doen door deze woorden te tellen, is ze ook over tijd heen plotten. Dus je kunt dan in een heel groot corpus of in een database van krantenartikelen kijken van, hey, hoe vaak kwam een bepaald woordje voor in deze kranten? Hoe populair was dit woordje over tijd? En achter mij zien jullie zo'n grafiek. En wat heel grappig is in deze grafiek, is dat de groene lijn ineens een piek krijgt. En deze lijn verwijst naar de spelling van Verenigde Staten met een enkele E. En in 1946 is in Nederland de spelling veranderd en ging het van de spelling met dubbel E naar enkele E. Dus je ziet het langzaam opkomen en op een gegeven moment is het de dominante spelling van Verenigde Staten in Nederland. Terug naar producten, want ik heb nu verteld hoe we bepaalde woorden kunnen zoeken. Maar kunnen we dit ook gebruiken om een idee te krijgen over bepaalde producten die met Amerika werden verbonden? Het antwoord is natuurlijk ja, want anders zou ik dit niet introduceren. We kunnen zoeken naar bigrams, dus twee woordparen die Amerikaans als adjectief hebben. Dus het eerste woord van deze twee woorden.
En als je dit doet voor die hele stapel kranten over de tijd heen, kun je lijsten krijgen met producten die expliciet met Amerika worden verbonden. En wanneer dit het meeste gebeurde voor welke producten. En dit kun je visualiseren in netwerken bijvoorbeeld. En wat jullie hier zien is bijvoorbeeld een netwerk voor de jaren 30. En dan zie je dat de sigaret expliciet met Amerika werd verbonden. In Nederlandse kranten, in advertenties en in artikelen. Andere producten zijn bijvoorbeeld appels en tandpasta. Maar sigaretten was echt een dominant product dat met Amerika werd verbonden. Dus dit is een techniek waarop ik vond van, hey, er is iets aan de hand met die sigaret. Misschien kan ik hier dieper induiken om meer te leren nog over die beeldvorming rondom Amerika en sigaretten. Maar voordat ik hiermee verder ging, wilde ik ook weten van, hey, misschien zijn er andere landen die nog vaker met sigaret werden verbonden. En dit kun je ook makkelijk doen met een computer door te zoeken naar andere varianten. Dus naast Amerikaanse sigaret kun je zoeken naar Egyptische, Turkse, Russische, Engelse sigaret, etc. En dit kun je ook weer heel erg mooi over de tijd heen plotten. En dan krijg je een inzicht van wat er eigenlijk gaande is in zo'n corpus. Van wat zijn er eigenlijk trends die in Nederland in bijvoorbeeld het advertentielandschap of in het krantenlandschap plaatsvonden. En een aantal dingen die opvallen in deze grafiek is dat in de jaren 30 de Amerikaanse sigaret langzaam een populariteit in Nederland begon te winnen. En dit kwam deels zodat de Amerikaanse sigarettenindustrie had besloten om zich niet alleen op Amerika te richten, maar ook op Europa. En ook wel vrij specifiek op Nederland. Veel bedrijven vestigen zich ook in Nederland, zelfs hier in Amsterdam. Iets anders dat we zien is dat na de Tweede Wereldoorlog de Amerikaanse sigaret samen met de Britse sigaret de twee meest dominante sigarettentypes waren. Sigaretten of nationaliteiten die met sigaretten werden verbonden. We zien hier een plaatje van de Amerikaan die samen met de Britse man door de straten loopt. Wie is uw favoriet, staat erboven. Verwijzend naar de type sigaretten waar mensen uit kon kiezen. Een ander ding wat we in de grafiek zagen is dat in de jaren 70 eigenlijk steeds minder een expliciete verwijzing naar nationaliteit werd gemaakt rondom sigaretten. En dat roept dan de vraag op van, hey, wat is hier aan de hand? Was er iets aan de hand met die verbinding met Amerika en sigaretten? Of werden sigaretten sowieso minder met landen verbonden? En hiervoor moeten we iets dieper in het materiaal duiken om te zien van oké, hoe werden die sigaretten dan gepresenteerd? Wat waren eigenschappen die verbonden werden met sigaretten? Was er iets specifieks voor Amerikaanse sigaretten in vergelijking met andere sigaretten? En dit kunnen we doen door middel van een techniek die wel co-occurrence analyse wordt genoemd. En een co-occurrence slaat op woorden die samen voorkomen, die co-occurren als het ware. En wat je kan doen met een computer is het woord Amerikaanse nemen, Amerikaanse sigaret in dit geval. En dan ga je 5 woorden daarvoor en 5 woorden daarna. Al die woorden tellen die er rondom voorkomen. En dan krijg je een distributie van woorden. Dus de frequentie van woorden en de manier waarop dit voorkomt door de tijd. En nou, dan heb je een mooie lijst met woorden. Maar nadeel daarvan is dat er een heel groot deel woorden zijn die niet zo heel boeiend zijn. De, het en een of woorden. Allemaal vrij standaard woorden die vaak voorkomen naast een ander woord. Maar met een beetje statistiek kun je dit oplossen. Dan kun je gaan kijken, zijn er woorden die significant vaker voorkomen naast sigaret dan naast auto bijvoorbeeld of flatgebouw. En zo kun je eigenlijk een beetje filteren en vind je de woorden die ons echt iets vertellen over sigaret, die echt specifiek waren in een debat of in advertenties over sigaretten. En achter mij zien jullie zoiets voor de jaren 50. Wat opvalt is dat er een aantal aspecten van de sigaret worden benadrukt. De roker wordt heel erg benadrukt, dus de identiteit van de roker, het roken zelf als een geste die consumenten doen. Maar ook de smaak van de sigaret, de echtheid van de sigaret, de authenticiteit en de mildheid van de sigaret. En dit was een heel specifiek discours voor Amerikaanse sigaretten die afweek van andere sigaretten. Dus dit geeft ons een beeld wat er aan de hand is met de sigaret en hoe die gepresenteerd werd. En deze woorden kunnen we vervolgens weer gebruiken om weer te gaan zoeken in het archief en specifieke advertenties of artikelen te vinden die ons iets meer vertellen. Dus die kunnen we dan gaan lezen en zo weer historische contexten vormen. En wat ik toen ontdekte is dat er eigenlijk een kanteling plaatsvond in de jaren 60 al. In 1964 werd er in Amerika een rapport gepubliceerd waarin stond dat roken kankerverwekkend was. Nederlandse kranten schreven hier uitvoerig over. Er werd geschreven dat de Amerikaanse overheid zich met het consumentengedrag ging bemoeien. Dat er sprake was van een verbod op reclame voor sigaretten in Amerika. Dus waar Amerika in de jaren 30 en de jaren 50 symbool stond voor
ongebreideld consumeren door iedereen, man en vrouw, stond het steeds meer synoniem voor een overheid die zich met het inperken van roken ging bemoeien. Met wetenschappelijk onderzoek ging bemoeien, om het in te zetten om iets tegen roken te doen. Dus hier zien we duidelijk dat er een kanteling is in dit beeld. Op een soort hoger niveau kunnen we stellen dat Amerika nog steeds met consumeren werd verbonden. Al dan niet in de vorm van oneindig veel consumeren, maar veel meer in de restrictie rondom het consumeren. Het bewust worden als consument. Iets wat je ook ziet in debatten over bijvoorbeeld milieu en consumeren, die ook in Amerika in deze periode opkwamen. Dus wat we eigenlijk nu kunnen stellen is dat de cowboy die de sigaret opstak verdwenen is. En dat de Amerikaanse consument, het Amerikaans consumeren met andere producten is verbonden. Tegenwoordig misschien met de hele hippe pulled pork burger die uit Brooklyn naar Nederland is gekomen. Of IPA biertjes die we allemaal drinken. Die ook met Amerika worden verbonden. Maar een ander Amerika dat in de jaren 50 in advertenties naar voren kwam. En wat ik jullie heb willen laten zien is dat ik samen met de computer door een hele hoop krantenartikelen iets heb kunnen ontwaren van hoe men over consumeren en Amerika dacht. En zo heb ik dus samen met de computer het verleden weer levend gemaakt voor anderen en voor mezelf. Dank jullie wel.